Begraafde liefde, hoofdstuk 5. Jasper schrikt zich te pletteren als hij thuiskomt, want er staan twee agenten voor zijn deur, Lagast en Van Damme. Ze komen even binnen en stellen hem allerlei vragen, uiteraard over zijn moeder. Haar werkgever heeft haar verdwijning opgegeven, hij is al een paar dagen weg. Jasper liegt en zegt, ja, mijn moeder is op vakantie, ze is bij een vriendin, ze is maar 5 dagen weg. En onze telefoon was stuk en ze heeft dat niet kunnen laten weten. En de agenten staan in de keuken en ze kijken naar buiten en Jasper is als de dood dat ze iets zouden zien van waar ze begraven ligt. Maar hij blijft liegen, hij blijft volhouden en de agenten die geloven er geen knijt van, maar ze moeten terug weg, want hij blijft perfect liegen, ze kunnen er niks tegen inbrengen. En zijn vader is razend als hij dat hoort s'avonds van, hier zijn agenten geweest, wat heb je gezegd? Niemand mag iets weten en Jasper zegt, kunnen we niet gewoon haar dood aangeven? En vader blijft zeggen, nee. Hier weet niemand iets van en niemand komt hier binnen. En dan pakt hij 2 pintjes en hij gaat voor televisie zitten. Zoals gewoonlijk.